Welkom vandaag bij dit webinar, samen georganiseerd door Boost en KPN. We gaan het vandaag hebben over het veilig en makkelijk werken op het internet en ook wat voor veranderingen kunnen we verwachten in nu en in de nabije toekomst. Aan tafel hier Leon Eckels van KPN, marketing expert en echt gespecialiseerd ook op de kleinzakelijke markt. En ook nog drie ZZP'ers, freelancers, die met ons hun ervaringen gaan delen over het werken op het internet, over veilig werken. En samen willen wij eigenlijk komen tot 5 tips om voor iedereen om veilig en online te kunnen werken. Aan tafel Laszlo Prigge. Laszlo is franchise-eigenaar van World Options en jij houdt je bezig met transport. Ja. Heb je specifieke transport waar je dan mee bezighoudt? Nou, World Options is echt gemaakt voor pakketdiensten, express, maar met name internationaal eigenlijk. En dat is eigenlijk met één webportaal kunnen mijn klanten dat dus inboeken en overal ter wereld volgen. Dus voornamelijk kleine pakketten, maar het gebeurt ook steeds vaker dat er grotere transport terecht komt bij mij. En dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen. Ja, en jouw klanten maken dus ook weer gebruik van online om met jou te communiceren. Ja, ja? Zeker. Oké, okay. Ja. Dank. En ook aan tafel Karijn Kakenbeke, zij is fotografe. En ook filmmaker, natuurlijk best een vak wat soms een beetje nu onder spanning staat omdat het steeds meer wordt uitgehold. Hoe maak jij dan toch het verschil? Door heel veel eigen projecten te genereren, eigen projecten te bedenken en dan partners erbij te zoeken en dat uiteindelijk gewoon uit te gaan voeren. Ja. Van mensen te enthousiasmeren. Je bent ook producent eigenlijk. Ja, draagvlak te creëren. Ja. En wat is herkenbaar materiaal van jou? Ik maak heel veel maatschappelijke documentaires, veel dingen gedaan over migratie. Een boek gemaakt een paar jaar geleden, is ook een rondreizende tentoonstelling geworden. Een educatief programma, op verschillende plekken getoond, maar ook allerlei publicaties in media, dus dat soort onderwerpen. Leuk, mooi. En ook aan tafel Willem IJssel, de schepper van IJsschep Marketing, vooral ook online marketing. Welke vragen kunnen wij als ondernemer bij jou neerleggen? Van alles eigenlijk. Ik specialiseerde me eigenlijk een beetje in het vinden van nieuwe klanten. Dus het belangrijkste is dat het bedrijf zo goed mogelijk zijn werk doet. Ik ben ervoor om dat goede werk eigenlijk te vertalen naar online. Dus naar de website, via e-mail marketing, COC. Dat verhaal hebben we meestal denk ik wel eens al gehoord. Waar ik me echt in onderscheid is het motiveren van de werknemers die al het werk doen. En zo nieuwe klanten binnen te halen, die ze nog niet kennen. Ja. Oké. Okay. En je werkt dus ook heel veel online, want dat is gedeeltelijk ook je vak. Ja, ja, achter de laptop. Achter de laptop, ja, heel goed. Goedemiddag ook natuurlijk aan iedereen die niet hier aan tafel zit, maar ergens anders achter zijn eigen computer. Als je een vraag hebt, kun je die via de chat stellen, dan kunnen we daar nu of later ook op ingaan. Naast mij Leon Eckels van KPN. Jullie zijn ook bijzonder geïnteresseerd in de kleinzakelijke markt. Jullie vinden dat een leuke doelgroep om mee samen te werken. Ja. Hoe komt dat zo? Sowieso denk ik dat ondernemers sowieso leuke mensen zijn om mee te werken. Het zijn ondernemende mensen die vaak ook leuke verhalen hebben. Maar als je puur kijkt vanuit bedrijfsperspectief, is het natuurlijk gewoon een heel interessante doelgroep. Als je kijkt naar volgens mij alleen de ZZP-markt, is het ongeveer 1,1 miljoen mensen die op dit moment als ZZP'er aan het werk is. Je kan eigenlijk deze groep niet links meer laten liggen, wil je nog blijven groeien. Ja. En merk je ook dat deze klant steeds meer online gaat werken of in de cloud gaat werken? Kun je daar iets van zien als KPN? In die zin dat wij tot enige tijd geleden echt puur en alleen een propositie hadden voor consumenten die ZZP'ers ook konden gebruiken. We hebben er nu bewust voor gekozen om echt een eigen propositie neer te zetten voor speciaal kleinzakenklanten. Dat zijn bedrijven zeg maar, tot zo'n 10 medewerkers. En dat doen we natuurlijk wel met een reden. Omdat toch wel deze doelgroep een iets andere behoefte heeft dan alleen puur een consumentenproduct. Toch graag bijvoorbeeld meer in de cloud werken of soortgelijke diensten. Misschien een PIN voor in de winkel. Dus op die manier merken we dat wel. Ja. Ja, dus daar probeer je steeds meer op in te spelen om die behoefte ook te vervullen. Ja. En zie jij het landschap veranderen van ondernemerschap en waar zie je dat naartoe bewegen in de komende 5 jaar? Dat is wel een heel brede vraag. Zie ik het ondernemerlandschap? Ja, ik denk wel dat
wat je ziet in het algemeen is dat het nieuwe werken denk ik bij alle bedrijven speelt. Dus mensen werken graag vanuit huis. Of die werken 's avonds of die werken in het weekend. Wanneer het hun uitkomt. En het is niet meer zo dat iedereen heel erg gebonden is van we moeten van 8:30 tot 6:00 op kantoor zitten. Dus de flexibiliteit neemt heel erg toe. En daarmee ook de vraag denk ik naar goed en snel en betrouwbaar internet om dat in te kunnen vullen. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En ik denk dat ook het steeds meer blur wordt of je nou misschien een ZZP'er bent of in loondienst bij een groot bedrijf. Ja. Dat die schakel natuurlijk ook steeds sneller plaatsvindt. Ja. Nee, zeker. Ja. Kijk, als je bijvoorbeeld alleen in de bouw, en ik ken niet exact de cijfers voor me, maar volgens mij 10, 20 jaar geleden werkte iedereen voor een groot bouwbedrijf. Tegenwoordig is bijna iedereen in de bouw, of nou niet iedereen, maar wel een grote groep in de bouw, gewoon zelfstandig bezig. Ja. En voor de juiste klus kiezen ze de juiste mensen. Ja. En ik denk ook wel dat het goed is. Je ziet het ook bij ons. Wij worden als bedrijf eigenlijk steeds kleiner. We doen het met steeds minder mensen. Maar we maken wel veel meer gebruik van verschillende ZZP'ers, freelancers. Om de juiste expertise op het juiste moment binnen te halen. Ja, ja, dus die kleinzakelijke markt die zal waarschijnlijk alleen maar verder gaan groeien. Ja, zeker. Ja. Ja. Het zijn nu al 1,1 miljoen ZZP'ers ongeveer. En het zo'n hoog segment weet ik niet exact uit mijn hoofd het zijn. Maar ook veel klanten en zeker zal dat gaan groeien. Ja, ja. En steeds belangrijker dat dan ook mogelijk is om online te kunnen werken of vanuit elke plek of ook makkelijk te kunnen schakelen tussen de ene plek en de andere plek. Ja, ja, misschien een vraag aan de ondernemers, freelancers hier aan tafel. Waar loop je zoal tegenaan in het online werken? Zijn er dingen waar je tegenaan loopt? Waar ik vooral heel erg tegenaan loop is dat je gewoon dat je op een gegeven moment als je lang mobiel bezig bent dat je laptop of telefoon geen batterij meer heeft. Ja, zonder panelen op je telefoon. Nou ja, en dat je als je veel in de trein zit dat je natuurlijk gebruik kunt maken van het netwerk daar, maar dat je dan over de veiligheid dat je gewoon niet weet hoe veilig het is, dat het waarschijnlijk heel onveilig is. Dus dat het dan wel aangeboden wordt, maar dat je kunt afvragen, is dat aanbod ook wel daadwerkelijk een aanbod? Ja. Dat soort dingen loop je wel tegenaan. Ja, zijn dat dingen waar jullie mee bezig zijn, waar jullie op in gaan spelen? Kijk, wat wij wel veel zien is dat de vraag naar grotere internetbundels bij met name mobiele abonnementen wel heel erg toeneemt. En dat inmiddels die abonnementen ook al zodanig groot worden, dat veel mensen er ook voor kiezen om niet meer het gebruik te maken van bijvoorbeeld openbare wifi spots. Omdat er toch, of het nou helemaal terecht of onterecht is, altijd een beetje een sfeer omheen hangt van onveilig. Terwijl op het moment dat je bijvoorbeeld gewoon via je mobiele telefoon inlogt op het internet, eigenlijk wel zeker weet dat je een veilige eigen internetverbinding hebt. Ja, dus wat raad je dan aan? Is dat een speciaal abonnement te nemen? Of moet je een extra device hebben wat je daarop op zet? Op je computer? Ja, er zijn verschillende mogelijkheden voor. Kijk, het hangt er ook een beetje vanaf wat voor behoefte je hebt, denk ik. Maar zeker voor een ZZP'er die bijvoorbeeld in de trein gebruik maakt van het internet, dan is het misschien wel een interessantere optie om een telefoon wifi hotspot open te zetten. Want vaak is dat internet ook sneller dan het internet in de trein. En vaak is het ook veiliger. En als je het bijvoorbeeld over je thuissituatie hebt, bijvoorbeeld een modem wordt standaard geleverd met bepaalde beveiliging. WPA2 is daar een vorm van. Dat is nog niet zo heel lang geleden slecht in het nieuws gekomen, omdat er standaard wachtwoorden op zaten die gehackt konden worden. Dus ja, heb je de modem thuis, probeer dan in ieder geval altijd even dat wachtwoord aan te passen. Online zijn er veel makkelijke manieren om te zoeken hoe dat moet. Maar dat kan zeker helpen om je veiligheid beter op orde te hebben. Ja, oké. Heel goed. Dus vooral de hotspot gebruikt. Wel een extra batterij dan mee voor je telefoon, anders loopt die weer te snel leeg. Ja, als dat kan, hè. Ja. Want tegenwoordig veel telefoons die hebben niet de mogelijkheid om meer een batterij te wisselen. Maar dan in ieder geval zeker die oplader mee. Ja. En Laszlo, werk jij veel vanuit één plek of ben je juist onderweg? Ik ben eigenlijk heel veel onderweg. En daarom dat vind ik ook wel grappig dat je dat zegt. Want tegenwoordig is het natuurlijk heel erg alle hotspots, of het nou veilig is of niet, het is gewoon vaak een stuk langzamer. Misschien omdat er heel veel mensen op zitten. Of juist omdat het toch gratis wordt gemaakt of iets in die richting. En dan is je eigen
hotspot is natuurlijk gewoon veel sneller. Dus ik maak daar eigenlijk het meeste gebruik van. Ja. Via telefoon. Ja. En in het gebruik van online, zijn er bepaalde toolings die je dan prettig vindt om te gebruiken? Ik gebruik Dropbox als je zoiets bedoelt. Ja. Verder eigenlijk niet heel veel. De meeste backups die ik maak, dat doe ik gewoon thuis op een airport time capsule. Ik gebruik Dropbox, verder gebruik ik een aantal CRM-programmaatjes. Alleen ik verwacht eigenlijk, althans, dat is misschien ook weer je eigen redenen, maar ik verwacht eigenlijk wel dat dat veilig dan is, denk ik. In de cloud werken? In de cloud werken, dat hoop ik dan maar. Ja. Is dat veilig, Leon? Is het veilig? Nee, ik zou het nooit 100% garanderen dat iets veilig is, want dat is het denk ik niet. Ik denk dat nog niet heel lang geleden daar wel een goed voorbeeld van was toen wij in Nederland ook heel veel punten plat zijn gelegd door vermoedelijk Russische hackers. Ik ken een vriendin van mij die werkt bij een kleiner bedrijf en die werkt, zover zij weet, eigenlijk ook altijd via de cloud. Zover ze weet ook niet echt op openbare wifi hotspots, maar ze was wel in één keer door ransomware te pakken genomen, zeg maar. Dus die kon of betalen of niet meer gebruik maken van haar laptop. Maar is dat dan in de cloud of was het echt op haar hardware? Nee, het was echt op haar hardware. Okay. Ja, ja. Ja. En 100% kan je dat denk ik niet garanderen dat dat goed gaat. Maar er zijn natuurlijk wel veel programma's die je daarbij kan helpen. Ja. Je hebt verschillende virusscanners. Standaard bij onze abonnementen leveren we altijd KPN Veilig, wat je op twee hardwareapparaten gratis kan installeren. En ik raad ook wel aan om dat te doen. En wat adviseren jullie te doen in het geval van die vriendin van jou? Nou ja, dan ben je eigenlijk al te laat. Dus dan is je vaak je optie echt of betalen of kiezen om je laptop weg te gooien, bij wijze van spreken. Dus dat zijn lastige verhalen. Ja. Genezen is beter, of sorry, voorkomen is beter dan genezen. Dus die zullen op een volgende keer daar beter op gaan letten. Maar ja, ik vind het altijd moeilijk, want openbare hotspots, het is soms ook wel lekker. Hè? Het is ook wel makkelijk om het te gebruiken. Ja. Maar probeer dan in ieder geval het apparaat waarmee je werkt zo goed als mogelijk dicht te zetten. Ja. Ja. Ja, en Lasso die zei al van hij werkt met een backup. Ik hoorde toevallig vandaag iemand vertellen over een automatisch systeem van KPN dat je een backup kunt doen. Ja. Wat natuurlijk zeker lekker is tegenwoordig als je en hier op kantoor werkt en dan weer thuis met je laptop. Hoe werkt dat precies? Dat is ook via de cloud. Ja, wij hebben verschillende clouddiensten die we aanbieden. Waarbij je ook automatisch backups kan laten maken van alles wat je doet. Maar je kan ook met de Office 365 in de cloud werken. Volgens mij zijn er heel veel verschillende oplossingen te vinden. Die kan je bij ons afnemen, maar er zijn volgens mij ook verschillende partijen waarbij je dat zou kunnen doen. Dus dat is ook naar je eigen behoeften, wat je zelf prettig vindt, denk ik. Ja, maar belangrijk in ieder geval om een backup te maken. Want ik neem aan in het geval van jouw vriendin, die vriendin van jou, die als je een backup hebt, ja dan... Ben je minder kwetsbaar. Ja. Zij hebben uiteindelijk gekozen om te betalen. Want meestal is het bedrag dan ook wel zodanig dat het interessant genoeg blijft om wel te betalen. Ja. Maar kunnen die mensen dan niet worden aangepakt? Dus je moet ergens geld naartoe overmaken. Ja. Dus dan is er toch mogelijkheid om hen te tracen. Ja, ik weet niet de exacte details, maar zover ik weet gaan dit soort dingen vaak via bitcoins. En worden die ergens op de zwarte markt weer versilverd. Dan zit natuurlijk een stukje dark web wat... ik ook niet zo heel goed ken, gelukkig, maar waar veel gebeurt. Vroeger kwamen ze via raamdoor naar binnen en nu proberen ze toch wel via je laptop of telefoon naar binnen te komen. Ja. Willem, jij bent natuurlijk, jouw vak is gedeeltelijk ook een online vak, online marketeer. En je ziet dat werk ook bij veel verschillende klanten. Waar zie jij de problemen op het gebied van online werken? Ik zie er niet zozeer een probleem in. Ik werk zelf wel altijd bij de klant zelf. Wat ik soms een beetje mis is dat je, we hadden het er net even voor deze sessie over, dat je in een soort data room zit of met hologrammen met elkaar in een meeting gaat. Dat vind ik wel leuk, maar persoonlijk contact is voor mij het belangrijkste. Dus online is niet de heilige graal. Het gaat altijd uiteindelijk over het contact dat je hebt of het contact dat je met de mensen met elkaar.
dan vind ik het leukste en dan probeer ik ook in mijn werk zo uit te stralen. Het probleem is misschien een beetje te veel online. Of een beetje te veel over mailen en over de telefoon. Ja. Het kan voor mij nog wel wat meer direct, zoals wij hier zitten. Ja, gewoon weer terug naar het persoonlijke. Ja. Ja. Maar maar toch zie je toch ook wel juist de combinatie dat dat wel heel absoluut mooi kan zijn. Absoluut, ik zal het niet ontkennen. Ik werk ook graag thuis als dat mogelijk is. En ik heb een klant in Eindhoven, wij spreken, die ik niet elke dag kan zien. Dus vanuit Amsterdam best ver rijden. Dan zullen we zeker bellen of mailen of over Skype. Ja. Toch ga ik het liefst wel minimaal één keer per week bij de klant langs. Eventjes langs, ja. Waar de magic happens. Ja, dat is waar, ja. Je ziet gewoon veel bedrijven die wel heel online actief zijn, toch ook wel weer een beetje de beweging maken naar het persoonlijk maken. En dat kan gedeeltelijk via toolings die je inzet, zodat je meteen met iemand kunt chatten. Of toch het telefoonnummer gewoon op de website. Dus van dat extreem online zijn we allemaal wel weer terug aan het gaan. Toch ook een beetje naar het bedienen van mensen in de winkel. En voor veilig je begeven op het internet, loop je ergens tegenaan? Nee, op het moment eigenlijk niet. Ik let er wel op dat je altijd je laptop dichtbij houdt. Die stop ik liever in een kluisje in het bedrijf zelf. Of ik neem hem mee naar huis en dan merk ik hem op. Als ik op stap ga, dan laat ik liever niet mijn laptop liggen of ergens onbezorgd achter. Ja, dus dat gaat over de laptop zelf. Ja. Maar het inbreken in software of... via een wifi-connectie? Nee, ik werk dus wat ik zei het meest thuis. Nou, daar heb ik een goede internetverbinding. Daar zorg ik ook voor dat de files die waar data in zit of waar klantgegevens zitten altijd goed beschermd zijn. Dus dat is een sleuteltje op. Of een wachtwoordje. Zo moet je ook met je klantgegevens omgaan. Ja. Zijn er gegevens die jullie specifiek niet op het internet of in de cloud zetten? Waarvan je zegt, nou ja, dat vind ik gewoon gevaarlijk. Nou, ik niet per se, maar dat komt omdat misschien toch wel een beetje ervan uitgaan dat het toch wel goed beveiligd zou moeten zijn. Ja. Tegenwoordig kan je ook niet heel veel anders, want je hebt natuurlijk ook de Chromebooks. Nou, dan zit je sowieso altijd op internet, dus eigenlijk werk je dan constant in de cloud. Of al je gegevens of een bepaalde backup die je dan toch ergens online zet. Ja, daar staat in principe dan toch wel alles in. Dus dat maakt het misschien dan toch een beetje eng. Maar dan hoop je toch maar dat de mensen... om die cloud systemen zijn, dat het toch maar extra beveiligd is of iets in die richting. Ja. Ik zou niet weten waarom ik iets wel thuis op hardware zou bewaren, maar niet dan online. Ik denk dat je toch eigenlijk altijd wel verbinding hebt. Ja, en Leon, de Google Docs, die worden natuurlijk steeds vaker gebruikt. Is dat veilig? Moet je daar nog een extra beveiliging op zetten? Ja, weet ik niet. Ik ben natuurlijk niet van Google. Ik kan moeilijk voor hun oordelen in hoeverre die veilig zijn. Zou jij het gebruiken? Voor mijn werk niet. Ja, okay. Nee. Want? Wij hebben best wel strenge veiligheidsprotocollen rondom internet. Wij zijn inmiddels, denk ik, misschien wel 8 of 10 jaar geleden ergens een keer gehackt geweest. En als er bij KPN iets gebeurt, dan is dat wel meteen nieuws op het journaal. Grote impact natuurlijk ook. Ja, het gaat dan natuurlijk ook om veel klanten en het is echt een Nederlands bedrijf. En om die reden zijn we wel echt heel erg streng. Dus wij mogen eigenlijk alleen maar gebruik maken van beveiligde verbindingen. Ook al onze websites moeten dan allerlei certificaten, volgens mij zijn dat ISO-certificaten uit mijn hoofd, voldoen voordat we überhaupt mee samenwerken. Ook alle partners waar wij software van inkopen en dat soort dingen moeten aan allerlei eisen voldoen. En ik weet niet zeker hoe Google Drive of dat soort zaken zich daar tot verhouden. Maar bedrijfsmatig kunnen wij daar niet van. Ja, en als bedrijf werken jullie zelf wel in de cloud? Ja. En dan hebben jullie je eigen systeem daarvoor? Ja, wij werken met alles in de cloud. En het gaat allemaal via een beveiligde VPN-verbinding. Dus als wij inloggen, dan word je via een beveiligd netwerk, kom je eerst terecht. En dan kan je uiteindelijk pas bij je spullen komen. Ja. En kunnen klanten daar ook gebruik van maken? Of heb je daar een oplossing voor klanten? Voor grootzakenklanten, er zit natuurlijk wel verschil. Ook een beetje de behoefte, denk ik. Hebben we daar hele specifieke maatoplossingen voor.
Voor kleinzakelijke klanten zit je toch gauw in de meer standaard cloud oplossingen die er zijn. Dus daar hebben we niet, zover ik weet, niet super gedetailleerde... Nee, maar dat zijn wel jullie oplossingen met een bepaalde beveiliging eromheen. Ja, ja die kunnen wel gebruik van maken. Die in ieder geval misschien iets meer zekerheid biedt dan de Google Docs. Oké. Ondernemers lopen natuurlijk ook altijd tegenaan dat er heel veel spam in je inbox komt. Hebben jullie daar geen last van? Valt gelukkig wel mee. Valt mee, ja. Okay. Zijn daar nog tips voor hoe je daarmee om kunt gaan? Als je ze hebt, dan wil ik ze ook wel. Want ik krijg ook nog steeds, ondanks dat wij wel echt een hele grote firewall hebben en alles, wat je ervoor kan gebruiken volgens mij om dat tegen te houden, krijgen wij ook nog af en toe mailtjes van mensen, niet eens per se, die dan een miljoen mailtjes tegelijk uitsturen. Maar wel die op een manier via LinkedIn weten te vinden, die gaan proberen wat je e-mailadres zou kunnen zijn. En dan zo met een persoonlijk mailtje terechtkomen. Of je niet hun seminar wil sponsoren of iets in die strekking. Dus ik denk dat je dat niet 100% gaat oplossen. Maar er zijn volgens mij heel veel verschillende programma's voor die er in ieder geval wel bij helpen. Ja. Zo die mogelijk houden. Ja. Nee, het blijft natuurlijk altijd vervelend. En dan komen juist de goede mailtjes komen weer in de spambox. Dus heeft iets moois weer. De opdracht blijft liggen. Ja, helaas. Ja. En binnen KPN hebben jullie ook ethical hackers. Ja. Wat zijn die? Wat zijn ethical hackers en wat doen zij? Ja, het is eigenlijk een club mensen die zich fulltime bezighouden met hacken. En die doen dat niet om vervolgens ransomware te installeren en losgeld te eisen. Maar eigenlijk op zoek te zijn naar de gaten die er in bepaalde software zit. En dat aangeven, aankaarten en proberen op die manier weer software beter te beveiligen. Ja. Dus dat doen ze voor KPN, voor de software van KPN, waar uiteindelijk dus ook weer de klant van gebruik maken. Ja, er zijn zelfs hele hackwedstrijden die georganiseerd worden, waar wij het overigens goed hebben gedaan, in ieder geval 1 of 2 jaar geleden volgens mij. Ja. Mensen die dag en nacht echt heel hard in die scene zitten om... ik heb altijd een beetje een idee van, dat denk ik dan voor gelukkig weer van... die van die grote puisten jongens bij South Park. Oh ja, Dat idee krijg ik een beetje mee. Maar ik ken ze zelf niet, dus ik heb geen idee hoe ze er zo uitzien. Misschien is het helemaal niet zo. Ja. Maar dat zijn wel mensen die echt heel erg diep daarin zitten. Ja. En dan krijgen ze dus een wedstrijd en dan moeten ze iets gaan hacken. Ja, er is een opdracht om ING te hacken. Heel erg zeggen, ik weet niet precies hoe die wedstrijden georganiseerd worden of hoe dat dan gaat. Volgens mij, zoiets krijg je, er wordt een puzzel bedacht en gaan we oplossen. Ja. Maar hoe dat exact zit, weet ik niet. Maar dat doen wel de beste hackers ter wereld, doen daar aan mee. Ja. Echt als een sport, om te kijken of ze het voor elkaar krijgen om een systeem te kraken. Ja. En het lukt vaak wel. Ja. Ik denk ook, als je maakt niet uit hoe goed je beveiligd bent met welk programma dan ook. Als iemand je spullen wilt, dan krijgen ze het vast wel. Ja. Zeker, kijk als Hillary Clinton de e-mails op straat komen te liggen. Ja. En ik denk echt als jij een groep van 1000, ik noem even Russische hackers, omdat toch in de media het voornamelijk Russische hackers zijn, ik weet niet of dat echt zo is. Maar zo'n groep fulltime zich gaat concentreren op wat jij levert, dat het altijd moeilijk is om dat 100% gesloten te houden. Ja. Want Laszlo, zijn er dingen, zaken die jij specifiek beveiligt? Ik werk met een webportaal vanuit de franchise. En die is in principe door een team IT'ers beveiligd in Engeland. Ja. Daar zitten gewoon 6 jongens op die constant problemen oplossen, bugs fixen, maar natuurlijk ook gewoon, althans dat denk ik, het up and running houden. Ja. En mijn laptop, ik heb KPN veilig. Had ik gebruikt, maar tegenwoordig gebruik ik EZ of ESET, of hoe je dat ook uitspreekt. Is toch wel van KPN? Nee. Nee, stond heel goed aangeschreven en ik dacht, je moet het toch een soort van zeker weten, denk ik. En het was een actie, nou daar hou ik ook natuurlijk wel eventjes van, 2 voor de prijs van 1 of iets in die richting. Maar dat RobOpsys portaal, dat is dus wel gewoon beveiligd door een team van IT'ers. En zij zullen ook wel servers hebben met een SSL-certificaat, dat heeft tegenwoordig ook iedereen natuurlijk. En mijn eigen hardware, die beveilig ik met een stukje software, in dit geval dan ASAP. Ja. En doen jullie dat? Ja, voor mij geldt hetzelfde. Ik heb ook een virusscanner. Ik heb geen idee.
welke naam of welk merk of weet ik voor wat. Ja. Ik heb mijn archief heb ik gewoon op externe harddisk. Dus ik heb wel het actieve archief in de cloud staan. Maar niet alles, want het is ook ondoenlijk hoeveel data dat is. Ja, het valt op stand natuurlijk helemaal. Dat snel op. En hoe doe jij dat? Want dat, je hebt heel veel plek nodig. Ja, ik heb veel, dat doet. Dus ik heb veel koop je externe, dat dan bij? Of? Ja, ik koop wel gewoon externe harddisks van zoveel terabyte. En ik heb ook verschillende op verschillende locaties zitten. Dus dingen double gebackupt en dergelijke. Maar dat zet je niet in de cloud. Ik zeg maar, dan koop ik in de cloud. Wel mijn actieve archief, dus de foto, zeg maar de recentere fotoprojecten, dus waar nog vraag naar kan zijn door klanten, zodat als ik ergens anders ben, dat ik dat daar ook bij kan en dat kan leveren. Ja. Maar als het wat verder weg is of wat ouder, dat niet. En zeker niet alles, want dat is gewoon met 15 jaar fotomateriaal is dat. Wordt het te veel? Ja, wordt het gewoon te veel. Ja. Ja. En jij hebt een garage gehuurd voor je hardware om te slaan. Bij mij geldt vooral om, om wachtwoorden die eigenlijk mijn bedrijf zelf opstelt om in bepaalde tools te komen. Er moet altijd één lijstje zijn waar alle wachtwoorden op staan. Als er ergens iets wordt gehackt, dan weet je vaak wel waar het vandaan komt. Als het bijvoorbeeld om Google Analytics gaat, dat is een programma wat je veel gebruikt om de website te analyseren. Dan moet er eentje van zijn en je moet weten wie die wachtwoorden hebben. Als er iets gebeurt of als die account wordt afgesloten, dan kan je dat gelijk aanpassen. Dat is vaak in overleg met het bedrijf zelf. Ja. Voor de rest heb ik niet heel veel bestanden die heel gevoelig zijn. Het zijn misschien presentaties, maar die deel je meestal intern. Als die eruit komen, dat is wel behalen. Maar het gaat niet echt om gegevens waarmee een bedrijf iemand kan. Of een hacker iemand mee kan chanteren. Ja. Bouw je ook websites? Of maak je websites? Dat maakt iemand anders. Okay. Maar dat doe je wel voor jouw klant in dat geval? Ja, soms. En vaak is het dan bij mijn klanten die ik nu heb, al een bestaande website en die ga je dan helpen optimaliseren. Oh ja, precies. En als dat wel zo is, dan, hoe weet je hoe dat dan geregeld is? Als je het toch over veiligheid hebt? De veiligheid. Ja. Ja, wat ik ervan weet, maar dat is dan weer een SEO ding ook, is dat je vaak een HTTPS website wil hebben. Die altijd, en wat voor website? Een HTTPS. Okay, ja. Google weet inmiddels ook of je een beveilige website hebt of niet een beveilige website. En waar ligt dat aan? Wat is het verschil tussen HTTP en HTTPS? Ja, dat is heel mooi. Het leuke, ik weet dat het goed scoort op Google, dus ga je altijd in overleg met de websitebouwer, ga je dat installeren. De technische details, dat is niet mijn specialisme, ik weet alleen dat het moet gebeuren en zorgen dat het gebeurt. Daar krijg je dan weer een hogere ranking op Google van, of een andere zoekmachine, dat kan ook Bing zijn. Dus dat is wat je met de techneuten eigenlijk af. Ja, toch wel, hè? Ja. Dus de websitebouwer, in jouw geval, de websitebouwer die dus je website maakt, die zorgt dan in principe dat het ergens goed terechtkomt. Is dat dan misschien ook het verschil? Want soms als je googelt naar een website, dat je zo'n soort grijs vinkje krijgt, of een groen vinkje. Dus een groen vinkje, dan is hij veilig. Ja, het is meestal een sleuteltje, maar dat is wel het verschil. Je wil in ieder geval zelf, dat is dan ook een tip aan iedereen. Want als je niet zeker weet of een website wel veilig is, kijk even of een HTTPS je staat. En stel als ondernemer, je komt op een website die niet veilig is en je maakt daar gebruik van. Kan dat dan schade opleveren voor jouw bedrijf of voor je onderneming? Ja, dat is wel even aanvoelen wat er precies op die website gebeurt. Maar dat is niet per se ondernemers, voor iedereen zo. Ja. Wat ben je daar aan het doen? Hoe ben je erop gekomen? Heb je een e-mailtje gekregen waardoor je in die e-mail hebt geklikt en op die website bent gekomen? Of ben je er zelf op zoek naar gegaan? Vraag om een referentie. Zijn er vrienden of collega's van je die het al eerder hebben gebruikt? Het ligt ook de verantwoordelijkheid een beetje bij jezelf, zeg ik altijd. Ja. Maar daar moet je even twee keer nadenken of je je bankgegevens achterlaat, bijvoorbeeld. Absoluut, Dat denk ik altijd. Misschien wil ik wel zover gaan dat als er geen slotje is, dat ik dan ook gewoon niks achterlaat. Het liefst. Ja. Tegenwoordig ik denk ook wel dat bijna iedereen, ik weet eigenlijk niet om ze zeker, maar eigenlijk alle websites die je dagelijks gebruikt, hebben wel zo'n slotje. En als je kijkt bijvoorbeeld naar, als je toch over ZZP'ers hebt, mensen met een eigen website wat meer informatie dan weggeeft aan mensen, die hebben dan nog wel eens een slotje dat ontbreekt. Maar daar laat je ook geen informatie achter waarschijnlijk. Dus ik denk dat het vooral, voor mij kost het ook 7,50 per maand bij een hosting website om dat erbij te krijgen. Dus dat je kan het maar beter gewoon doen, denk ik. Ja. Ja.
En je website scoort er beter van. Hè? En dus die 57 heb je zo terug. Ja. Ja, dat is ook een belangrijk element. Ja. Zijn jullie wel eens gehackt? Even jullie? Ik heb wel eens malware gehad, maar dat heb je daar ook in principe zo vanaf. Met een programmaatje. Dus, ja. En wat gebeurde er toen met je site? Nou, het was niet mijn website, maar mijn computer zelf. Niet mijn werklaptop toevallig, dus daar ben ik wel blij mee. Wat er dan gebeurt, ja, dan krijg je, als je internet opstart, dan krijg je constant ads, advertenties. Dan krijg je constant dat er dingen gedownload worden waar je eigenlijk geen toestemming voor geeft. Wat dus weer geld oplevert. Precies, want ze komen zo heel langzaam en geleidelijk je computer binnen. En ja, als je dat dus niet door hebt, dan mag je dus een keer gaan betalen. En ik zag het al direct, ik dacht, oeh, ja. En wat zag je? Hoe merk je dat op? Nou ja, als je naar Google gaat en je tikt in een willekeurige naam of website, dan klik je erop en dan komen er vier andere links. Dus dan komt erbij dat je een auto wil kopen of een pen of in één keer op een website waar je nooit op hebt gezeten. En dan zie je in je downloads, hè, dus downloadbalken zie je dus ook in één keer verschijnen dat je dus wat aan het downloaden bent, maar je hebt op niks geklikt. Ik denk dat, ja, dat is wel overduidelijk, denk ik. Ja. Ja. Oké. Okay. Merk je veel bij zakelijke klanten dat ze tegen zulke problemen aanlopen? Dat het meer en meer wordt? Wat, ja, ik denk het wel. En ik denk vooral dat het veel beter wordt. Vroeger dan krijg je een brief uit Nigeria. Ja. En dan krijg je een e-mail uit Nigeria. Er was er bijna geen Nederlands woord in terug te vinden. Ja, het wordt gevaarlijker in Nigeria. Ja, nee, ja, ik moet zeggen dat ik het soms zelf ook moeilijk vind om onze eigen factuur-e-mail en een phishing-mail uit elkaar te halen. En dat zie je wel veel gebeuren. Ja. Ik denk dat voor veel van dit soort partijen echt kleine ondernemers minder interessant zijn omdat je minder aantallen doet. Dus dat je eerder een KPN of een Albert Heijn of een, ik noem maar een paar merken die bekend zijn, zou gebruiken om dit soort phishing mails uit te sturen. Dan bijvoorbeeld via jouw logistiek bedrijf. Niet te nadelen van een logistiek bedrijf. Maar, ja, hè, dus dat, ja dat, nee, je maar, wil maar, liefde op een merk waarschijnlijk. Ja, ja zeker. Dat soort dingen, dat gebeurt wel. En wij merken dat vooral dat er dan in één keer weer een piek te zien is in callcenterverkeer wat binnenkomt. En dan staan mensen te lang in de wachtrij en dan denk ik, hé, hoe komt dat nou? En dan blijkt dat er 100.000 e-mails of 200.000 e-mails of 500.000 e-mails, soms gaat de grote aantallen, bij onze klanten zijn door alle walls heen zijn gekomen toch. Met, vul nu even je banknummer in en nog wat gegevens, ja. Want we moeten je factuur controleren. Gelukkig bellen ze wel eerst, over het algemeen. Ja, nou ja, ik heb liever dat ze ons bellen en dat het goed gaat en dat het niet goed gaat, zeker waar. Maar ik heb toch liever dat die mailtjes helemaal niet meer verstuurd worden. Maar dat is denk ik ja, een wereld waar we wel in zijn gekomen. Ja. Waar we ook niet snel meer uit gaan komen. Ja, dat wordt natuurlijk. Ja. Met al het goede komt ook weer. Ja, want vooruitgang is ook. Ja. Ja, ja. En merk je dat de ondernemers ook tegen zaken aanlopen? Zoals Laszlo dat ook had met de MOOC. Dat er iets wordt geïnstalleerd op de computer? We zijn ervan overtuigd dat veiligheid. De komende jaren, het is al best wel denk ik een thema wat relevanter is geworden. 10 jaar geleden, 5 jaar geleden misschien ook nog wel. Ja, veiligheid zal wel, weet je, gaat mij niet overkomen. Tegenwoordig is iedereen er zich wel best wel van bewust dat je het wel echt op orde moet hebben. Ja, we doen natuurlijk ook steeds meer op het internet. Weet je, 5 jaar geleden waren we misschien alleen nog maar aan het zoeken. Ja. En tegenwoordig doen we al onze betalingen, al onze data slaan we erop. Ja, ik heb zo'n leuke reclame van een verzekeraar. Die zeg maar een beetje de Apple show nadoet van die vent die dan aan het vertellen is. Ik weet niet of je kent dat hij dan zijn garage thuis opent en de auto opent. En dat de dieven vandoor gaan met zijn auto. Maar dat is wel de realiteit waar we naartoe gaan. Ja. Hè, de Internet of Things, om het zo maar te noemen, is wel echt groot. We kennen allemaal de slimme energiemeter die je thuis via app nog even aan kan zetten. Dat uurtje voordat je thuis komt, dat die verwarming is in huis. Wij spreken super handig. Maar ja, daar kunnen ook dingen mee gebeuren. Iemand kan ook inbreken en in dat systeem bij wijze van. En, ja, en ik weet ik niet of een energiemeter direct een voorbeeld is wat heel erg veel kwaad kan. Maar ja, hoe meer je verbonden bent met verschillende dingen, hoe meer plekken er ook zijn waar erop ingebroken kan worden. Ja. Ja. Dus de beveiligingsbranche, en dan specifiek zeg maar qua software, is wel echt heel hard groeiende. En dat zal de komende jaren ook wel echt doorgaan. Ja. Dus mocht je een bedrijfje gaan beginnen, dan is dat misschien een goede sector om op te mukken. Ja, security inderdaad. Ja. Ja. Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat de rol van bedrijf zoals jullie zelf, KPN, ja, ook daardoor verandert over de jaren heen. Waarbij je voorheen gewoon de telefoonprovider was en ja, nu steeds meer dus een totaaloplossing moet gaan bieden. Ja, nee, dat klopt ook wel. Ik denk dat wij als bedrijf, en ik denk dat de andere telecomproviders dat ook hebben, dat je bent natuurlijk continu op zoek naar nieuwe markten. En we willen het liefst een klant zoveel mogelijk helpen met het in connectie zijn met anderen en met elkaar. Dat is natuurlijk via de lijn die wij binnen huis leveren. Maar er zijn heel veel verschillende diensten die je daarbij kan doen. En dat kan via een fysiek alarmsysteem zijn, maar echt van je huis zelf. Maar dat kan ook oplossingen zijn, zoals nu een KPN Veilig, wat we bij ons abonnement aanbieden, maar ook andere zaken die daar op aanhaken. Ja, ja. Oké. En waar zien jullie, waar liggen voor jullie nog behoeftes? Als je naar je eigen vakgebied kijkt, Krijn bijvoorbeeld, waar dat naartoe gaat, wat zou jij dan graag wensen? In principe, zou ik zeggen, gaat alles eigenlijk gewoon goed. Ik werk wel veel met Google Drive, maar dat vind ik heel erg prettig, want dan kan ik gewoon met veel mensen tegelijkertijd toch samen documenten delen. En inderdaad, weet je, zoals jij, ik heb niet zulke gevoelige informatie dat er heel veel dingen op straat zullen liggen en mensen daarmee in gevaar komen. Maar ik heb ook wel vaker dat ik dan met verschillende mensen wil vergaderen via Skype of iets dergelijks. En dan is het soms de verbinding niet goed. En dat is dan wel lastig, want nog liever ontmoet je mensen, maar soms is het niet altijd mogelijk. En het feit dat je elkaar dan gewoon toch kunt zien, is wel heel veel meer waard dan alleen maar via de telefoon. En als het dan hapert, dan is het wel heel frustrerend en irritant. Gewoon wens naar nog beter internetverbinding. Eigenlijk wel. Sneller verbinding. Ja. We hebben ook een vraag van Frans. En Frans vraagt, zijn er e-learnings of cursussen face-to-face beschikbaar bij of via KPN? Hoe om te gaan met de cloud? Mogelijk en onmogelijkheden. Dat weet ik niet. Daar heb ik niet direct antwoord op. Nee. Nee, gaan we op terugkomen, Frans. Dus als je eventjes misschien in een privéberichtje je nummer stuurt of je e-mailadres, dan komen we daarop terug. Ga ik dat voor je uitzoeken. Ja, zeker. En Dennis zegt, Leon, wat is jouw nummer één tip, wat je echt moet doen als ondernemer voor je dataveiligheid? Ik zou sowieso zorgen dat je altijd een backup maakt. En eigenlijk dat ook continu automatisch laat doen. Dan kan je misschien nog steeds informatie, als het ware, bij iemand anders terechtkomen. Maar dan weet je in ieder geval zeker dat je zelf daar ook nog bij kan. Ja, dus gewoon die automatische backup, zodat je... Ja. Goeie tip. Ja. Dat had in ieder geval voor die kennis van jou een groot probleem voorkomen. Ja, zeker. Ja. Geert zegt, zou graag één oplossing hebben voor veiligheid en een paar goede online tools om te werken. Is KPN hiermee bezig? Ik moet wel zeggen, ik maak even onderscheid tussen kleinzakelijk en grootzakelijk binnen het bedrijf. Ik zit voornamelijk in de kleinzakelijke hoek, dus dat is iets minder specifiek met veiligheid bezig. Maar er wordt vanuit KPN vanuit wel de verschillende invalshoeken gekeken. Continu eigenlijk, hoe kunnen we die veiligheid verbeteren? En ook wat voor diensten kunnen wij klanten aanbieden? En dat zit op heel veel verschillende dingen. Hè? Want we hebben het nu vanuit veiligheid, vanuit mensen die zich maar inbreken. Klinkt een beetje als boeven. Maar ook hele simpele dingen als bijvoorbeeld als je servers waar je data opslaat in Nederland aan. Dan zijn er al heel andere regels dan als die servers in bijvoorbeeld de Verenigde Staten staan. Dus bijvoorbeeld als je via Google werkt. Volgens mij hebben zij net in Friesland een groot dataopslagcenter neergezet. Omdat je dan ook daaraan die dataregels moet voldoen. Dat is wel iets om rekening mee te houden. De vraag was overigens iets anders volgens mij. Geert vraagt één oplossing. Is er één oplossing voor veiligheid en een paar goede online tools om mee te werken? En of KPN daarmee bezig is? Ja, ik denk dat het hangt wel echt heel erg af van wat je doet als ondernemer. Dan kan Geert ergens terecht met zijn vragen.
kan hij naar het callcenter bellen? Of? Ja, maar ook dan zou er denk ik gevraagd worden wat specifiek hij of zij doet. Ik denk niet dat er één oplossing is waarin je ze kan zeggen, als je dat nou downloadt, dan ben je van alles af. Nee, ik denk dat wel echt hangt van je specifieke situatie, waar je mee werkt, wat voor programma's je mee werkt. Ja. Ik vind dat, ik denk niet dat er één oplossing is van als je dat hebt, dan ben je klaar. Ja. Maar Geert, misschien ook even een privéberichtje, dan kunnen we altijd nog verder kijken naar wat voor jou de specifieke oplossing is. Want ik vind inderdaad ook wel wat Karijn ook zegt van, lekker om online te werken. Je hebt wel ook een antivirusprogramma. Waar ik me dan altijd van afvraag, wordt dat automatisch geüpdate? Het hangt vanaf wat voor antivirusprogramma je hebt. Maar als je een betaalde variant hebt, dan mag je er wel van uitgaan dat dat continu updates doet. Als het goed is, zie je dat ook een keer de zoveel tijd dat er update gevraagd is. Dus daar mag je wel van uitgaan dan. Ja. Ja, dus uiteindelijk wel een betaalde nemen, zodat je in ieder geval weet dat het misschien ook wel weer door die ethical hackers wordt gezorgd dat er een goede update komt. Wat niet wil zeggen dat een gratis variant per se niet goed is, maar doorgaans als je ergens voor betaalt, dan is er ook ruimte voor een bedrijf om het te verbeteren. Maar dat bij een gratis variant niet altijd het geval te zijn. Ja, ja. Willem, we hadden het al eventjes met Karijn over waar liggen behoeftes voor de toekomst. Heb jij wensen waarvan je zegt van ik zou heel graag willen dat die in de toekomst wordt vervuld voor het internet? Dat is een mooie, hele brede vraag. Wil je meer weten op internet of veiligheid? Of wat, gewoon... Nee, voor jou specifiek als ondernemer. Dingen waar je misschien nu tegenaan loopt of waarvan je denkt dat je mogelijk in de toekomst tegenaan loopt. Je zegt van dat fijn als dat wordt opgelost. Voor Karijn is dat dan toch ook gewoon het internetsnelheid, zodat ze toch makkelijker op afstand met mensen kan ontmoeten, maar dan via webcam. En soms hapert dat nu nog wel, waardoor zo'n ontmoeting uiteindelijk toch fysiek weer handiger is. Ja, dan gaan we er toch denk ik wel echt naar vervoer kijken. Dat is misschien meer jouw onderwerp, maar het lijkt me mij wel gaaf als je in Berlijn een opdracht hebt en daar met je zelfrijdende auto naartoe gaat en daarin kan werken zonder dat je hoeft te letten op het verkeer. Dus als je kijkt naar mijn eigen toekomstwens, zou dat het zijn. Want dat betekent dat je echt overal en ergens kan werken. Dat vind ik echt gaaf. Dat lijkt me het gaafst en het leukst. Ja. Bij wijze van spreken kan je dan je collega nog meenemen. Hey, kom ook nog even naar Amsterdam. Gaan we daar nog een paar klanten bezoeken en werken we in de auto verder. Ja. Zijn dat dingen waar jullie ook mee bezig zijn met KPN? Niet met zelfrijdende auto's. Maar het thema aan zich, zeg maar, wat zou je in de toekomst nog voor gave dingen kunnen doen? Zeker wel. Wat wel leuk is, twee jaar geleden ben ik een uitwisseling geweest bij Ericsson. En veel mensen kennen Ericsson van de telefoons. Maar ze zijn eigenlijk veel bekender van de netwerken die ze aanleggen. Ons 4G-netwerk is ook grotendeels door Ericsson aangelegd. En zij zijn ook best wel ver met nieuwe technologieën. Maar het is in principe al mogelijk om een pak melk in de koelkast te hebben staan. Want op het moment dat die bijna leeg is, aan de koelkast aangeeft, ik ben bijna op en moet een nieuwe worden gehaald. Dus het is niet ondenkelijk dat wij de komende paar jaar een app krijgen van een supermarkt die op een gegeven moment zelf aangeeft wat je wil bestellen. Sterker nog, als je het helemaal automatiseert, dan hoef je het dus niet meer zelf je boodschappen te doen. Maar dan komt dat gewoon bij je thuisbezorgd en houden ze zelf bij of dat goed gaat of niet goed gaat. Natuurlijk zitten er altijd nog wel keuze, maar dat soort dingen zijn wel in ontwikkeling. Kan je hele gave leuke dingen mee, soms ook wel een beetje eng. De Google Drive, of niet Google Drive, maar de Google zelfrijdende auto, is dat precies zo'n ding. Ja, ik denk wel dat we over 10, 15 jaar toch wel echt wel grotendeels overstappen. En misschien denken onze kinderen later weer van, goh, dat ze nooit vroeger zelfrijdende auto hebben gehad. En hoe kan je zelf nagaan hoe gevaarlijk het was om zelf te rijden? Maar ik vind het nu vooral gevaarlijk om in zo'n Google-auto te gaan stappen, zou ik je vertellen. Omdat ze juist zeggen van, kijk, deze auto moet je zelf rijden, wat cool. Ja. juist weer andersom wordt. Ja. Maar dat soort dingen zijn natuurlijk volop in ontwikkeling. En volgens mij gaat het harder dan ooit. Ja, ja. Ja. En als KPN beweeg je daarin mee? Dan ga je nog meteen richting wat meer grootzakelijke oplossingen. Maar, wij hebben daar echt een heel netwerk voor zitten, specifiek dingen met elkaar kunnen praten, elkaar kunnen updaten,
Ja. Dat zo gek niet bedenken. Ja. Of, ja, maar ik kan me voorstellen dat dan, het is makkelijk om dat eerst voor de grootzakelijke markt op te lossen. Ja. Maar daar komen er natuurlijk uiteindelijk ook oplossingen uit voor de kleinzakelijke markt. Maar kan je een paar voorbeelden noemen van wat zijn dan de grote uitdagingen voor de grootzakelijke klant? Zeg maar van wat is dan de nieuwe feature, nou, zeg maar? Ik kan je wel bijvoorbeeld een voorbeeld geven dat bijvoorbeeld in de haven in Rotterdam. Dat gaat nu allemaal automatisch. Er wordt, zeg maar, vooraf wordt er eigenlijk al uitgelezen op het moment dat die boot de haven binnenkomt varen. Welke containers er staan, op welke manier die het meest efficiënt uitgestapeld kunnen worden. Die worden automatisch direct doorgeladen in de vrachtwagen. En daar wordt continu eigenlijk het hele track and trace, zeker logistiek, is een hele een mooie soort supply chain. Ja, een mooie factor waardoor je zo ontzettend efficiënt je dingen kan doen. Maar vroeger een boot misschien, bijvoorbeeld, en ik weet niet of dat klopt, maar ik had 24 uur nodig had om uit te laden. Kan dat nu misschien wel in de helft van de tijd, omdat het gewoon veel efficiënter ingestoken wordt. Dat is een voorbeeld. Maar ook wat ik net aangaf, dat alles bij je in huis gaat praten met elkaar. Dat jij, een simpel voorbeeldje, tegenwoordig in de kroeg kan zitten, een paar honderd meter verderop, als je kindje ligt te slapen, omdat je via je babyfoon even kan kijken of ze wel slaapt of niet. Weet je, dat zijn hele simpele oplossingen, waar natuurlijk wel veel toekomst in zit, denk ik. Ja. Ja. Ondertussen nog een paar vragen. Frans zegt, in het verlengde van de vraag van Geert, dat ging over die ene oplossing voor veiligheid. Ik word als ZP'er suf gemaild en benaderd door allerlei partijen die iets willen doen in het kader van beveiliging. Ik ben zowel zakelijk als privéklant bij KPN. Zou zeer geholpen zijn met één duidelijk verhaal in Jip en Janneke taal. Volgens mij is hier markt voor. Nou, dat is volgens mij een goede tip om mee te nemen. Ja. Ik zit heel veel tussen een printje te zoeken naar de vraag. Ja, het is meer een opmerking. Het is meer, denk ik, inderdaad een opmerking, een behoefte. Ja. Ja, dus een behoefte om één oplossing te krijgen die ook in een duidelijke... Wat goed zou zijn. Ja. Ja. En dan zowel voor privé en zakelijk meteen zou werken. Ja, ja. Ja, ik denk dat als je niet al te gekke dingen doet, en daarmee bedoel ik extreem binnen het web bezig bent met allerlei moeilijke, echte online bedrijven, zeg maar. Dat je gewoon met een standaard veiligheidspakket, de KPN Veilig of een andere virusscanner, malware, dingen en zo. En gewoon met gezond verstand oprecht al wel echt een heel eind komt. Weet je, dat is precies dat. Als je online gaat, kijk even of die website wel of niet een beveiligde website is. Als je een mail opent, kijk heel even of je echt wel naar de website naartoe gaat waar die zegt waar die naartoe gaat. Of dat je toch niet op een schaduwlink terechtkomt. Dan denk ik dat je echt wel heel veel zit. Maar op het moment dat je met klantdata gaat werken en dat soort zaken, ja, dan ga je echt naar maatwerkoplossingen. En ik kan je daar een voorbeeld, niet specifiek nu, maar daar zijn voorbeelden van te geven wat in jouw situatie zou kunnen werken. Maar het is maatwerken, dat soort oplossingen vaak. En het is niet zo dat je dan even kan zeggen, als je dit doet, dan is het goed. Dat is ook afhankelijk van je eigen wensen. Dat, ja, soms liggen dingen iets ingewikkelder dan, dan dat. Dus Frans, laat ook zeker even een privéberichtje achter, zodat we daar verder op in kunnen gaan. Ad die zegt nog, is er iets te doen aan het feit dat ik thuis met vier collega's werk, we niet allemaal tegelijkertijd op internet kunnen? Er ligt in ons dorp geen glasvezel. Ja, goede vraag. Daar zijn wel dingen voor te bedenken. Ik moet wel zeggen, het begint met de basis met hoeveel internetsnelheid er op het adres beschikbaar is. Daar is KPN wel continu bezig om die snelheden omhoog te krijgen. Maar wat je in principe in de basis binnenkrijgt, is wat je binnenkrijgt. Maar zeker hoe je dat vervolgens binnen je huis of kantoor uitbreidt, daar zijn wel echt wel verschillende tips voor. We hebben bij KPN Service Tools. En met die Service Tools kan je eigenlijk heel simpel een stappenplan volgen om je wifi binnen je huis te optimaliseren. Dat kan soms zijn dat je net op een andere frequentie moet gaan zitten of een ander kanaal moet pakken of dat soort zaken. Het kan ook zijn dat je een wifi-versterker nodig hebt op de juiste plaats.
Dus ik zou zeggen, zoek dat vooral even op om te kijken, sta je helemaal optimaal geïnstalleerd? Want zeker vooral binnen huis is er veel verbetering te behalen. En dat is eigenlijk ook wel grappig. Althans, wij vinden dat binnen KPN, of grappig is misschien niet het juiste woord. Maar op het moment dat iemand energie afneemt en thuis werkt de elektriciteit ergens niet, dan weet eigenlijk iedereen dat je thuis zelf die elektriciteitskabel moet gaan vervangen. Maar op het moment dat wij het signaal bij je thuis leveren, dan verwacht iedereen eigenlijk niet alleen dat we dat voor elkaar krijgen, maar ook dat het stuk wat binnen het huis of binnen het kantoor gebeurt, ook door KPN geregeld wordt. En dat is een beetje een discussie. Wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor dat stuk? Sommige mensen die hebben een kantoor met bij wijze van spreken een meter dik beton. Ja, dan gaat de wifi-signaal niet goed doorheen komen. Dus dan moet je echt bekabeld gaan werken. Dat ligt dan toch vaker binnen het eigen domein. Of een monteur die je daarbij kan helpen. Ja. KPN Service Tools, zei je. Ja. En waar moet je dan op zoeken? Ja, ik zou zeggen Google gewoon even KPN Service Tools. Ja. En dan kom je vrij snel denk ik bij de juiste pagina terecht. Waarbij de uitleg staat over optimaliseren wifi. Dat is gewoon een stappenplan doorheen te lopen. Wat vrij eenvoudig af te lopen is. Ja. Okay. Of werk via de kabel. Kan ook nog altijd natuurlijk. Ja. Werk via de kabel is natuurlijk een mooie oplossing als het echt allemaal niet meer werkt. Of in ieder geval om een goede internetverbinding te krijgen. Dan zegt, maar waar moet ik dan voor KPN veilig kiezen en niet voor een andere partij? Dat is iets wat mij bezighoudt. Er wordt gesproken over maatwerk, maar waar kan ik voor dat maatwerk via KPN terecht? Volgens mij, we hebben een onderscheid. Het onderscheid is dat als je op zoek bent naar een virusscanner, en dan is KPN veilig een virusscanner. Maar je kan ook bij een McAfee heb je volgens mij, van F-Secure heb je verschillende oplossingen. Er zijn verschillende partijen in de markt die gewoon goede producten op de markt zetten. Dus je hoeft niet per se ons product af te nemen. KPN Veilig zit er bij ons standaard bij op apparaten. En dat is een standaard virusscanner. Alleen op het moment dat je met specifieke klantdata gaat werken of echt meer ingewikkelde dingen uitvoert voor een bedrijf, dan zeg ik ja, dan ga je eigenlijk een stap verder dan een klein zakelijke oplossing. Dan ben je echt op zoek naar een ingewikkeld product en dan moet je echt eigenlijk met een IT-leverancier om tafel gaan zitten. En dat kunnen wij zijn, vanuit zakelijke markt kan je prima contact opnemen om een expert langs te laten komen die je daarin kan helpen. Dat kan ook een lokale partij zijn waar je zelf prettig bij werkt. Ik ga niemand KPN opdringen van daar moet je terecht. Alleen bij dat soort situaties is er niet één de beste oplossing. En daar moet je gewoon doen ook wat je zelf goed voelt en waar je bij denkt dit is wat aansluit bij mijn hoefte. Dus eigenlijk zeg je voor de privé en misschien simpel zakelijk gebruik. Gebruik in ieder geval een viruspakket. Ja. Je hebt KPN veilig, dat wordt standaard geleverd op de apparaten die jullie leveren. Ja. Maar er zijn ook andere virus softwarepakketten die je kunt gebruiken. Ja. Betaald is dan misschien wel wat veiliger dan de gratis pakketten. Ja. En wil je iets meer gecompliceerd doen voor je bedrijf, haal er dan in ieder geval een IT-specialist bij. Dat doen jullie ook, zeg je zelf. Begrijp je het goed? Of in ieder geval, je kunt dat advies inbrengen? Nee, ja, kijk, wat bij ons, je hebt bij ons een consumentenproduct en je hebt een klein zakelijk product. Daarnaast heb je nog producten voor grotere bedrijven. En die producten voor grote bedrijven, dat heet bij ons samen onder de noemer KPN1. Maar eigenlijk is dat niet helemaal echt daadwerkelijk één product, dat neem je af en dan ben je er. Binnen dat stuk zitten eigenlijk allerlei verschillende maatwerk-subproducten. En echt afhankelijk van wat voor bedrijf het is, wordt daar ook een verschillend advies gegeven. En dan ga je echt verder dan een standaard oplossing. Ja, oké. Okay. Dus dan ga je naar KPN1. Ja, als je behoefte hebt aan meer dan gewoon een goed werkend internet. Ja. Met een goede beveiligingsscanner waarbij je prima als een freelancer of een fotograaf of een soortgelijke, een winkeltje, dat is het echt hartstikke geschikt voor. Maar ben je op zoek naar echt een complexe oplossing,
dan moet je richting KPN 1 gaan en dan wordt het een vaker maatwerkoplossing. Ja, oké, dankjewel. Dan nog de vraag aan Laszlo. Karijn en Willem al gedeeld van waar ligt hun behoefte voor de toekomst. Zie jij bepaalde wensen die je hebt voor het internet en voor het veilig werken op internet? Nou ja, je gaf al een klein beetje een hint. Ik zit natuurlijk in de transport en je kan naarmate scans kun je dus zien waar een pakket zich bevindt. En tussendoor is het eigenlijk een beetje gissen. Maar het zou natuurlijk perfect zijn als je gewoon door middel van een zendertje, en dat kan natuurlijk vast wel. Alleen dat kost natuurlijk heel veel geld. Maar dat het betaalbaar wordt om het gewoon het hele traject te scannen. Dat je ook weet dat hier is het pakket linksaf gegaan, maar het wordt rechts gegaan. Oké, dan is het dus iets mis. Bijvoorbeeld. En je kunt natuurlijk door verschillende berekeningen kun je bepalen waar een pakket zich bevindt, omdat je A en B en een tijd ertussen hebt. Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje gissen. Maar dat zou ik wel heel, heel gaaf vinden en het zou mij en mijn klant ook heel erg helpen. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. En Leon, nog een laatste vraag voor jou. Wat voor spannende ontwikkelingen kunnen wij nog verwachten? En welke doel? Ja, laten we dan het komende jaar. Het komende jaar als kleinzakelijke markt. Ja, nou, als we dan van waar we hier zitten voor groepen ZZP'ers of klanten zo hoog segment tot 10 werknemers. Hebben we net een vaste propositie geïntroduceerd, dus echt voor op kantoor. En begin volgend jaar komt daar een mobiele propositie bij. Net als bij consumentenmarkt met KPN Compleet voordelen gaat werken. Dus extra korting als je dat combineert. Dus daar zitten zeker een aantal dingen in te komen. In kwartaal 1 kijken we ook nog naar bijvoorbeeld Office 365, wat we daarbij gaan aanbieden. Maar ook mogelijk PIN-oplossingen. Alleen die data die zijn nog niet helemaal 100% vastgezet. Maar ik verwacht in kwartaal 1 dat daar nog ontwikkelingen op komen. Ja, dus volgend jaar weer allemaal nieuwe ontwikkelingen, ook vanuit jullie. Om dan toch even samen te vatten, we waren op zoek naar die 5 tips om makkelijk en online te werken. Er zijn een aantal dingen voorbijgekomen. Ik denk in ieder geval belangrijk dat als je online werkt, liever misschien niet gebruik maken van gewoon de wifi-spot die er is, maar gewoon van je eigen hotspot. Dat kan je telefoonabonnement vaak gewoon goed aan. Een backup of een automatische backup is eigenlijk wel prettig om te hebben, omdat je dan op dat moment als een keer wat gebeurt, in ieder geval alles nog hebt en ook dus minder chantabel bent. Als je antivirus gebruikt, en dat is wel de aanrader, in ieder geval een betaald pakket, zodat het ook continu geüpdate is. In de cloud werken, zeker als het wat meer over klantdata gaat, zorg dan in ieder geval dat het een beveiligde cloud omgeving is. En er zijn altijd manieren om je eigen wifi-netwerk verder te optimaliseren en via de service tool van KPN kun je ontdekken hoe dat in jouw eigen omgeving nog verder geoptimaliseerd kan worden door een bepaald stappenplan door te lopen. Dus veel dingen om nog aan te pakken als je dat nog niet doet. Ik wil jullie, Willem, Karijn en Laszlo, bedanken voor jullie toevoegingen. En Leon natuurlijk voor alle expertise. Morgen is er weer een sessie vanuit Boost. Het is een booster sessie. Er gaan een aantal ondernemers met elkaar sparren en elkaar verder helpen. En donderdag is er weer een webinar over sales. En dan vooral hoe je jouw proposities sterker en scherper kunt maken om beter te scoren op sales. Dus we hopen jullie dan allemaal weer te zien. En dankjewel.